We hebben ons flink laten gaan afgelopen zomer. We gingen lekker veel uit eten, dronken meer alcoholische drankjes en aten meer ijsjes. En dat is te zien op onze heupen. Ja. Want er zitten weer wat meer kilo's aan. Nee, blijkt uit onderzoek. Oh. We hebben er geen last van, Geert. Nou, ik wel hoor. Reden te meer om voor onze vier nieuwe kandidaten om de strijd aan te gaan in de kliniek van Karin de Zoet om af te rekenen met dat overgewicht. We zijn heel benieuwd. Ik ben Trudy en ik wil genoeg afvallen om mijn oude kleding weer te passen. Hallo, ik ben Frank en ik wil graag 15 tot 18 kilo vermageren. En ik ben Marcel en ik wil heel graag zo'n 25 kilo afvallen. En ik ben Alice, ik sluit me daarbij aan. Ik wil ook heel graag ongeveer 25 kilo afvallen. Jullie zijn natuurlijk geselecteerd om bij mij te komen lijnen. En daar gaan we vandaag mee starten. En wat is een leukere manier dan nog één keer een goochelmaal te nemen en met z'n allen heerlijk uit ons dak te gaan en daarna gaan we starten. Echt genoten? Oké, dan gaan we nu echt serieus aan de slag op naar de intakegesprekken. Okay, we gaan ervoor. Maar wat ik graag wil weten is, waarom wil je eigenlijk op dit moment graag lijnen? Ik ben eigenlijk al veel langer heb ik overgewicht. En na de vakantie ben ik op de weegschaal gaan staan. Ja. En toen woog ik zoveel dat ik echt heel erg van was geschrokken. Dus ik moet gewoon iets... Hi, kom verder. Zo. Kun je een klein beetje wat over jezelf vertellen? Ik heb een hartstilstand gehad in 2007. En toen moest ik stoppen met roken. Daar ben ik gigantisch door aangekomen. Zo'n 35 kilo. Het grootste deel heb ik er wel weer af. Maar het laatste stukje wil niet echt lukken. Je vetpercentage is 40,9. Nou, dat is helemaal niet slecht. Daar moet natuurlijk nog wel ietsje omlaag. We gaan proberen hem onder de 35 in ieder geval te krijgen. En krijgen we hem naar de 32, dan is het helemaal fantastisch. Richt ons met name op de daling van het vetpercentage. Ja, okay. En want dan wordt je vetreserve als noodvoeding gebruikt en dan val je dus echt af. Dus daar gaan we echt aan werken. Ja, ik ook. Hoi Marcel, Frank, kom verder. Nou, nu is het natuurlijk belangrijk om te weten, hè, wat mag je nou echt allemaal eten? We hebben het heel makkelijk voor jullie gemaakt. We hebben een boodschappenlijst. Het is heel simpel, je mag verschrikkelijk veel. Het enige wat we gaan beperken is de inname van vetten en suikers. Wanneer wil je eigenlijk starten? Morgen. Ja, morgen al? Ja. Oké. Nou, morgen gaan we dan de startdag doen. Dan gaan we ontslakken en dan beginnen we meteen ook met de voedingssupplementen ter ondersteuning van de maaltijden. Die voedingssupplementen, kan ik die gewoon combineren met mijn medicijnen? Daar hoef je geen enkele zorgen over te maken. Daar is het systeem speciaal op gericht, dus die kan je er gewoon bij gebruiken. Oké. Ik ben de afgelopen 2,5 jaar tijd 22 kilo aangekomen. Dus ik wil eigenlijk datzelfde wel weer af hebben. Oh, maar dat is goed te doen. Dat hebben we met een paar weken echt voor elkaar. Dus dat gaat lukken. En jij, Marcel? Mooi zou zijn als ik 9500 kilo zou wegen uiteindelijk. Maar dat mag dan wel eerst wat vanaf. Nou, leuk. Daar hebben jullie een goed doel voor ogen. En het is hartstikke leuk dat jullie het met z'n tweeën doen. Dan kan je elkaar ook lekker motiveren. Dus ik denk dat we er maar een wedstrijdje van moeten gaan maken. Wie het eerst slaat. De komende weken gaan we Alice, Trudy, Marcel en Frank volgen in hun strijd tegen de overtollige kilo's. En natuurlijk gaan we zien of ze het volgehouden hebben. Ben benieuwd? Ik ben ook benieuwd.